Goedemorgen allemaal. Vandaag begint het Chanukka-feest. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is een Joods feest. En dat wordt gevierd rond Jeruzalem, geloof ik, in de grootste tempel. En toen dacht ik van laten we eens zo'n Joodse kandelaar tekenen. Zo'n zevenarmige kandelaar. Teken je weer mee? Oké, laten we die zevenarmige kandelaar eens tekenen. We beginnen met ovaaltjes. Dat is zeg maar die bovenkant van die kandelaar. Nou, dan moeten er dan 7 zijn. Hè? Ze wel een beetje versieren. Dus we gaan er wel een beetje leuke kandelaars van maken. Een mooi beetje een leuke kandelaar. En zo. Gaan we hier in het midden, wil ik daar een Joodse ster op tekenen. Een Joodse ster is eigenlijk 2 driehoeken over elkaar. Of in elkaar verweven, maar makkelijker te tekenen, tekenen we gewoon 2 driehoeken in elkaar. Zo. En dan hebben we een Joodse ster. Dan gaan we naar beneden. En zo. Nou, laten we hier ook die voeten nog een beetje mooi maken. En dan zit een beetje uit het beeld aan te raken. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling uit het beeld te gaan met de tekening. Hier moet er een mooie voet onder. Zo, dan hebben we een aardige voet. Hier gaan we de kandelaar, die gaan we naar de aan laten sluiten. Ja, het is nog best een lastig iets om dat zo te tekenen. Wat versiering erop. Het is gewoon wat relief dingetjes. Zo, we kunnen hem natuurlijk ook die stangetjes wat schaduw geven. Dat hij net wat meer diepte krijgt, zeg maar zo. En ook hier deze middenconsole, die kan wat schaduw krijgen. Zo. En dan krijgen we al best wel een aardige kandelaar zo. Nou, de zevenarmige kandelaar uit het Joodse geloof. Ik zou zeggen, teken zelf ook eens een kaarsenkandelaar. Misschien ook leuk voor de kerst, een kandelaar met een kaars.
En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.